Check Norris. Fatcheck Norris hier. Waar Ruud aan het einde van de vorige aflevering zei graag tot over 2 weken, bedoelde hij eigenlijk te zeggen graag tot over 1 week. Deze podcast wordt trouwens aangeboden door Scene.nl. Dit moet je zien. Will you please listen up to what I have to say? Cause we're in for some old-fashioned wrestling today. Not the vile and oily opposer each kind, but the kind that involves pins and thumbs you will find. Cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. So we will discuss pros and cons, faults and pluses of all your favorite movies. And we will ponder the merits of cinema in this WrestleMania. Hallo pot people. Wauw. Ja, dat is ook weer van Invasion of the Body Snatchers. Zo, dat was een kort intermezzo. Het is nog maar 1 week geleden. Dat klopt. Maar toch, je luistert nu alweer naar een nieuwe aflevering van Duimpje Worstelen. De podcast waarin ik, Ruud Vos, elke keer weer met een andere podcast praat over een bepaalde film waarover wij het niet eens zijn. En dit is aflevering, even spieken hoor, Kerlek 65. Oké, waarom nu alweer een nieuwe aflevering, vraag je misschien af. Nou, weet je, ik ga dat deze zomer zoveel mogelijk doen. Elke week een nieuwe aflevering. In de lockdown heb ik heel veel extra kunnen opnemen, dus ik dacht van, weet je wat, laat ik eens lekker uitpakken deze zomer. Dus in juli en augustus extra veel duimpje worstelen. En dat begint dus met deze aflevering waarin ik praat met filmcriticus Nico van den Berg. Fervent luisteraars van Nederlandse filmpodcasts zullen hem kennen uit Movie Insiders, waarin hij al enige tijd de column verzorgt Cinema Cinemonkey. En hij is ook al geregeld te horen geweest in de podcast van Het Ketelhuis, het Amsterdamse filmtheater bij de Westergasfabriek. Daar schuift hij onder andere geregeld aan bij Hans Berenkamp in zijn filmzolder. Hans Berenkamp is natuurlijk een van 's lands bekendste tv- en filmcritici. En Nico houdt ook al enige tijd met regelmaat een filmnieuwsbrief bij. Daarnaar zet ik zeker eventjes een link in de beschrijving. Abonneer je daarop, dan word je goed op de hoogte gehouden van alles wat er speelt in de wereldwijde wereld van cinema. Voor deze aflevering was ik juist te gast bij Nico op 14 mei. En toen hadden wij het over Ridley Scott's The Martian. De film uit 2015 waarin Matt Damon de rol speelt van Mark Watney. Een astronaut die bij een storm op een Marsmissie per ongeluk alleen wordt achtergelaten op het oppervlak van deze planeet. Met de beperkte middelen waarmee hij is achtergelaten moet hij zien te overleven en misschien zelfs weer een weg terugvinden naar huis. Dat lukt hem op het einde ook, maar niet zonder het nodige vallen en opstaan. En ook zeker niet zonder de hulp van alle mensen op aarde, waaronder vooral de mensen bij NASA natuurlijk. En wat kan Nico daar in godsnaam op tegen hebben? Dat hoor je na dit. Show me the money. Hey, vind jij deze podcast leuk? Nou, deze podcast vindt jou ook leuk. Alleen al omdat je ernaar luistert. Zelfs als je maar af en toe luistert. Maar als je het leuk vindt om leuk gevonden te worden, dan kun je nog leuker gevonden worden door te doneren. Je kunt met een klein maandelijks bedrag deze podcast financieel steunen op Patreon. En als je dat doet, krijg je er ook nog leuke dingen voor terug. Om te laten zien hoe leuk we jou vinden. Wat zeg ik? Om te laten zien hoeveel we van je houden. Dus ga naar patreon.com/duimpjeworstelen en krijg heel veel warme gevoelens. Maar zelfs als je dat niet doet, simpelweg heel erg veel dank alleen al voor het luisteren. Gauw over naar het gesprek met Nico over The Martian. 3, 2, 1, 5! Als jij in je eentje vast zou zitten op een andere planeet, welke film zou je dan bij? Sorry, ik het vraag mee te beginnen. Oké, okay, ik moet even zeggen wanneer de start van de podcast is, want dan kan ik ook iets rustiger praten.
Dit zou zomaar de start kunnen zijn. Ik denk, ik kan er een heel lachige antwoord op geven, maar ik denk dat ik Into the Wild bij me zou hebben. Een film over eenzaamheid. Een film die ook niet goed afloopt. Wat het volgens mij ook je uitzicht is op het moment dat je alleen ergens op een planeet zit. Tenzij je Matt Damon heet en in een wat cheesy B-film zit. Dan misschien wel, maar daar gaan we het straks over hebben. Maar anders denk ik Into the Wild. Het is denk ik een hele fijne film om heel... een beetje treurig, melancholisch, maar wel met een prachtige film richting je einde te gaan. Het klinkt ook een beetje alsof dat toen corona uitbrak, dat jij toen in je eentje Contagion Trending hebt gemaakt. Nee, ik moet niet mee kunnen dealen. Ik wou even wat fictie daarvoor. Nee. Want bij corona probeer ik eigenlijk juist zo min mogelijk ermee bezig te zijn. En zo min mogelijk films die erover gaan te zien, tenzij het misschien camp is of wat dan ook. Nee, probeer ik me juist te verliezen in een andere wereld die juist ver staat van de wereld waarin we nu zitten. Dus no contagion for me. When I saw this movie for the first time. Dat was bij een persvoorstelling. Dat is dus in 2015 geweest. Ja, en dat was druk bezocht. Ja, zoals de meeste persvoorstellingen, dat niet dat je daar met een volle zaal zit of zo. Nee, dat is nooit. Maar het is wel een groot titel, dus er zaten best wel wat mensen. Ja, ik heb er moet ik zeggen ook niet direct een heel... Bedoel, bij bepaalde persvoorstellingen heb je wel echt een bepaald beeld. Nou oké, ik heb het toen daar zo beleefd. En ik zat toen zelfs daar in die zaal. Het was daar en daar. Dat heb ik bij deze film niet. Die ervaring is als de film zelf eigenlijk een beetje weggezakt. Ja, okay. Nee, ik heb daar niet echt een specifieke ervaring of een bepaald gevoel bij of zo. Bij de allereerste keer deze film kijken. Nou ja, ik eindigde mijn... Ik had mijn hele recensie alweer vergeten, maar ik heb hem even naar voren gehaald. Mijn recensie eindigde ook met... het is niet meer dan een leuk wetenschapscollege met de dramatische diepgang van een plasje water. En dat schreef je toen, omdat het toen net ook in het nieuws was dat er stromend water op Mars was ontdekt. Bij The Martian heb ik continu het idee dat Ridley Scott eigenlijk geen idee heeft... of niet is geslaagd in duidelijk te maken wat voor soort film The Martian precies is. Okay. Is het een drama, een space drama? Is het een actiefilm? Is het een soort van nationalistisch vehikel à la Independence Day? Is het een komedie? De film kan daar geen keuze in maken. En heel veel dingen zie ik er niet eens in. Nee, nou ja, misschien daarin ook... Nationalistisch drama zie ik er niet in. Nou, daar komen we straks nog wel even op, denk ik. Op een hele vreemde manier zit dat erin namelijk. De film is ook qua keuzes maken is vlees nog vis. En misschien dat je daarom ook zegt, ik herken dat er allemaal niet in. Ja, dan is de vraag wat je er dan wel in herkent. Want ik heb volgens mij alle genres heb ik opgenoemd. En als je daar denk ik weinig in herkent, geeft dat volgens mij ook het gebrek van de film in de basis al aan. Ja... Wat is het? Ik heb het voor mezelf, maar ook bij het herkijken van de film, een space comedy genoemd. Omdat de film te luchtig is om het echt als dramatisch verhaal te zien. Je zou het ook een tragicomedy kunnen noemen. Want een echte comedy à la Mars Attacks van Tim Burton wordt het ook niet. Dus de film blijft in die zin echt ook in het luchtledige hangen. Wat dan wel weer een hele... De Golden Globes vonden ze de comedy. Nou, dat bedoel ik. Nou, dat wist ik niet eens. Dan zit ik er met die space comedy toch niet eens zo heel ver naast. Dat is ook een beetje categorie fraude. Die wordt gepleegd door de filmmakers. Die sturen hem in voor een bepaalde categorie. En die hebben hem ingestuurd voor musical of comedy. Om meer kans te maken op een Golden Globe dan wanneer dat je zou worden ingediend voor drama. Tuurlijk, en zo werkt dat. En laten we het niet hebben over het niveau van de Golden Globes. Want daar wil volgens mij elke echte filmliefhebber... wil er echt zeker nu... Hij zou onder Globes echt niets mee te maken hebben. Ja. Dus dat zegt uiteraard niet. Dat is puur filmpolitiek. Net zoals de Oscars ook puur filmpolitiek is. Al worden er gelukkig de afgelopen paar jaar iets betere keuzes gemaakt. Maar hoe zie jij The Martians dan? Als genre of als type film? Als een overlevingsverhaal. Als ik het simpel moet tot een kern moet terugbrengen, is het een... overlevingsverhaal in een science fiction context. En in dit geval, mede ook zeker door de regie van Ridley Scott, zit er wat meer actie en beeldende schwung in. Ik heb het boek gelezen waar het op is gebaseerd. En het boek is echt bijna strikte NASA-fanfictie. Maar wel op een interessante manier gebracht. Hij weet wel steeds
problemen in te brengen en die op te lossen op een manier die interessant is, die pakkend is. Dus er zit dramatisch, weet je, een soort van spanning te creëren en dat intellectueel op te lossen. En daar is een vertaalslag geweest naar de film waar dat minder is en waar het ook wat meer zit op toch wel wat actiedingen en wat zaken die... Kijk, meer actie en meer visueel spektakel. Hmm. En ook zeker wel wat gevoelige dingen erin. Als je mij vraagt. Sterker nog, Matt Damon, die vind ik in deze film meer acteren dan in sommige andere films in dezelfde tijd heeft gedaan. In stukjes hoor, niet continu. Maar voor een groot deel. Mark Wahlberg was in het boek al een personage met veel humor. En dat is goed overgebracht naar de film. Ja, nou, sowieso vind ik het altijd gevaarlijk om inderdaad een boek te vergelijken met de film die op het boek is gebaseerd. Omdat volgens mij het is een eigen medium en ja. Het heeft ook een eigen taal. En het is ook, moet op een eigen manier moet het een verhaal vertellen. Ja, maar nu dat ik ze ook heb gezien met veel meer afstand ertussen. De eerste keer had ik hem gezien vrij kort nadat ik het boek had gelezen. En toen gaf ik hem 3 sterren. En nu is het echt wel opgehoogd. Omdat ik zoiets heb van, nee, op zichzelf staand is die film... Ik zie dat het sec een overleving... Maar het is echt sterk. Ik zie dat het echt sec een overlevingsfilm is. Dat snap ik. Maar wat een goede overlevingsfilm nodig heeft... is een goede spanningsboog. En is... waarbij je als kijker ook op het puntje van je stoel moet zitten... om te zien hoe dingen zich gaan ontrollen. En als ik... iets op deze film niet heb gedaan, dan is het wel op het puntje van mijn stoel hebben gezeten. Omdat vanaf de eerste scène weet je al, ik bedoel, Matt Damon is een beetje de favorite guy next door in Amerika. Een acteur die mijn inziens altijd 7'tjes speelt, nergens in excelleert, maar gewoon zo'n hele fijne acteur is om lekker overal als Joe Average in te zetten. Je weet van tevoren dat die gewoon gaat overleven. Dat die op een soort van quasi-slimme, quasi-intellectuele manier... vooral met het publiek moet relaten en daaruit dan uit gaat komen. Mm-hmm. Maar goed, dat kan. Hè, dat je in de eerste scène eigenlijk al weet... na het eerste kwartier, die komt gewoon weer prima terug... Maar wat me in de film vooral tegenvalt, is dat de reddingsactie zelf op het eind, dat die echt nauwelijks spannend is. Als je kijkt naar andere films, ook met reddingsacties, of met zelfs reddingsacties in de ruimte, dan zit daar een veel betere spanningsopbouw in. Ik heb alleen maar anekdotisch bewijs terug. En dat was dat ik gisteren echt heel gespannen zat te kijken, ook al wist ik al lang hoe het... eindigde, et cetera, tot het niveau dat mijn vriendin de kamer binnenliep... terwijl ik zat te kijken en ze zag van... Nee. Maar waar zat voor jou dan die spanning precies in? Want als ik even eerst een eigen voorzet mag geven... Ja? Dialogen, die zijn gewoon echt niet goed. Het is echt middle of the road. Je ziet ook nergens dat de acteurs worden uitgedaagd... om iets in hun personage te maken. Het blijft bordkarton. En wat voor iets in de dialogen vind je dan zo middle of the road? Nou ja, het is alleen... Ja, de enige dingen die me bijblijven van de dialogen... dat zijn zinnen als... ik heb ze niet... Je bedoelt de one-liners à la... I'm gonna science the shit out of this. Ja, precies. Of nog een zinnetje waarin hij zichzelf met Iron Man vergelijkt. Dat soort zinnen blijven bij. Dat zijn een beetje comic book zinnen eigenlijk. Die verwacht je daarin. Maar als je voor de rest naar de dialogen zelf kijkt... en daarmee ook de karakterontwikkeling van de personages... ja, ik hoor een hele hoop termen voorbij komen. De film hinkt in die zin ook qua dialogen op 2 gedachten. Je wordt een beetje gebombardeerd met termen uit het wetenschap. Mm-hmm. En aan de andere kant bestaan de dialogen ook uit... nou ja, ach, wetenschap, ik geef er mijn eigen draai aan... Hoezo? En ondanks de wetenschap... I'm gonna science the shit out of here. Dat betekent dat je naast wetenschappen ook gewoon... in die zin misschien scheid hebt aan wetenschap... maar je eigen hand Amerikaans. Ik ga heel diep in wetenschap duiken... om te zorgen dat ik hieruit kom. Dat is het wat hij ermee zegt. Ja, maar dan wordt er wel weer een...
Ik had hem dan kunnen voorstellen, als je daar zo naar kijkt, op het moment dat er echt serieus met wetenschap om werd gegaan. Maar wordt het... Nee, wat je juist ziet is dat in de ene zin hoor je een serieus iets. In de andere zin, dan wordt er met een grap, met een relativering, wordt dat alweer opzij geschoven. Ook wat je bij NASA ziet, de dialogen die zich daar afspelen. Die nemen, als ik het zo zie, de wetenschap maar voor een heel klein deel serieus. Maar niet te serieus, want dan haakt het publiek af. Dat zit er heel duidelijk in. Dat zit er heel voor mij duidelijk echt in. Helemaal niet duidelijk in. Ik heb echt geen idee waar je het over hebt met deze dingen die je hier benoemt. Nou, ik vind het... Dat is met name ook omdat we in de dialogen, zeker in het begin ook na wat wetenschappelijke termen, kom je heel snel op een soort van high school-achtige dialoog. Een bepaalde kinderachtigheid, een bepaald simpel woordgebruik, afgewisseld door wat jargontaal uit de wetenschap. Ja, waardoor die inconsistentie volstrekt weg is. Waardoor voor mij als kijker heel ongeloofwaardig wordt. Dan vraag ik me af wat je daarvan had gewild. Nou, ook daarin, ik had een film gewild die daar een keuze had gemaakt. Dus die of een serieus drama was. En dan moet ik me even denken aan een film als Moon. Of zelfs een film als Wall-E, waar ik ook onmiddellijk aan moet denken. Gravity ook. Maar kijk even naar een film als Moon. Ik wil het niet eens hebben over 2001 of Solaris. Dat vind ik een heel andere orde. Maar ik vergelijk het even met wat recentere. Ja, maar dan pak je steeds een film waarbij een heel erg existentieel vraagstuk wordt neergelegd. Wat hier misschien voor een deel ook is, maar wel op een heel ander niveau. Ja, maar... Dan gaat het veel meer over identiteit en hier gaat het over overleving. Ja, maar het feit dat voor mij de personages van bordkarton zijn, betekent dat die focus op de dialoog voor mij wel echt heel belangrijk is. Want die personages worden nergens echt uitgediept. Wat leer ik nu van Matt Damon in deze film? Echt niets. Dat hoor ik graag zo wat jij dan ervan vindt. Dat is zo'n verschil met de films die ik ook net opnoemde als een Moon of zelfs als een Wall-E bijvoorbeeld. Daarbij zie je echt een dramatische ontwikkeling in de personages. Of juist een comedy. Ik noemde ook net al de Martian film van Tim Burton. Die is juist heel sterk in het ridiculiseren van macht en van wetenschap. Maar die is vooral heel erg andere films op de hak aan het nemen uit de jaren 50. Ja, en wat The Martians doet is eigenlijk onbedoeld zichzelf op de hak nemen. En dat had ik de hele speeluur van 2 uur en 21 minuten. Ja. Moet ik straks nog even over de extended versie hebben. Die hele speelduur maakt die film zichzelf gewoon belachelijk. Ik heb geen idee. Heb ik een idee gehad dat ik in het hoofd van Mark, dus ofwel Matt Damon ik denk dat het ook niet de opzet is van de film. Ik denk dat het echt veel meer om gaat dat je een expert ziet doen wat hij kan doen. Of een expert, maar in ieder geval iemand die bepaalde expertise heeft. Watch him cook. Ja. Dus hij zit in een onmogelijke situatie en moet het hoofd koel zien te houden en eruit zien te komen. Ik denk dat de humor daar ook zeker mee te maken heeft. Zijn relativeringsvermogen zorgt ervoor dat hij kan kopen met die situatie. Ik vraag me ook echt af, van zou Mark Watney dit kunnen hebben overleven als hij niet een bepaald gevoel voor humor had? Ja, maar dan vind ik die balans ook gewoon verkeerd. Want naast die humor verwacht je ook dat iemand in een soort van existentiële crisis kan komen. Wat als hij er nooit uit kan komen. Dat is een hele... Dus het inzicht op gezin speelt dat hij dat wel heeft gehad. En dat hij vervolgens denkt van nee, dit moet ik uitzetten en ik ga nu het probleem oplossen. Dus eigenlijk nog op het einde is dat ook een beetje de conclusie. En dus dat is meestal wat gebeurt aan het einde. De laatste scène is dat een beetje het thema van een film, soort van wordt. Ja, maar het is toch een beetje de All-American Hero. Het is toch in die zin een beetje een soort van oud marxismo-gedachte die natuurlijk heel erg sterk ook in niet alleen Amerikaanse cultuur zit. Ook in andere, maar zeker ook in Amerikaanse cultuur. Een man die mag niet huilen, die moet krachtig zijn. Die mag niet al te veel twijfel ook laten zien. Laat staan somberheid of depressie. Gewoon. Dat kun je erin lezen, maar dat is voor mij ook wel iets wat je er meer zelf bij haalt dan. Want hij heeft echt wel momenten dat hij even echt compleet emotioneel wordt van zijn situatie. De eerste is wanneer dat hij net voor het eerst in de hab is geraakt.
En die operatie op zichzelf heeft gedaan, heeft hij echt een moment dat hij even zichzelf compleet verliest. Het tweede is wanneer dat hij zichzelf met dat, de luchtsluis heeft opgeblazen. En voor het eerst in die, zijn wagentjes gekropen. En dan vlak voor de, als hij gaat dus contact zoeken met andere mensen, dan heeft hij zo'n moment. En de laatste is wanneer dat hij in die raket stapt om te worden gered. Dan heeft hij ook een, ineens een moment van een soort van existentiële horror van waar hij in zit. En daar zie ik dat hij doodsangsten heeft. Nou, dat heb ik er echt zo absoluut niet in gezien. Ja, ik kan, maar ik heb dat hele, wel in die hele, dat is wel wat hij acteert. Oké, maar dan komen we op het kwestie van... jouw aandacht in eye of the, in Eye of the Beholder. Yeah. Dus wat jij bij personage kan zien, dan, dat zag je daar ook in. Voor mij waren dat soort momenten gewoon echt nauwelijks aanwezig. En normaal is hij een beetje een all-American hero. Die ja, wat heel jij even noemt, twijfelt. Zie ik meer als iemand die een uber-nerd is en op, met zijn nerderigheid zich door die problemen weet te worstelen. Want ik heb niet het idee dat hij dat hij als een held moet overkomen of zo. Als bijvoorbeeld een figuur in Armageddon. Nee, maar... En dan heb ik het meer over de astronaut in Armageddon dan de boormensen. Alhoewel die daar ook een handje van hebben. Nee, maar het is, ik bedoel, met Dylan moet je ook niet voor een echte held casten. Alhoewel hij op zich in, voor Jason Bourne is hij dan wel weer prima geschikt. Maar het is een beetje een held tegen wil en dank. Mm-hmm. Ik denk dat dat er heel erg aan met Damon ook kleeft. Ja, het is een soort van vreemd soort optimisme wat hij al die tijd heeft met humor erbij. Met ook die videodagboeken die hij erbij haalt. Waardoor, ik bedoel, als kijker zie je bepaalde dingen. Maar nee, je moet het ook nog een keer uitgelegd in die videodagboeken krijgen. Waarin hij optimistisch een beetje in zijn stroom zit te roeren. En te kijken naar zijn aardappeloogst. Ik moest op een gegeven moment ook denken aan... Je moet de groente van Mars hebben. Dat zou ook een prima titel zijn. Of heel Mars tuiniert. Nergens had ik het idee dat ik nu echt zag... gewoon de emotie en de ontwikkeling die Damon in al die tuin zien... op zich wel telkens dag zoveel... of solar zoveel, om het nog even wat pretentie te geven. Geen dag, maar sol. Ik denk maar ook vooral dat de film er niet omdraait dat hij een ontwikkeling moet maken... maar dat hij zijn situatie moet ontwikkelen. Hij moet een soort van onwrikbaar persoon zijn... om te zorgen dat alles zo om hem heen zo gemanipuleerd is. Dat is daar gaat een hoop mis in. En dat is... Ja, maar dat is bordkarton. Dat is... Het is niet per se bordkarton. Nou... In zulke omstandigheden, als mensen onder druk staan, dan veranderen mensen. Anders zouden psychologen ook geen werk hoeven hebben in deze periode. Of in zulke situaties. Dat is bijna onontkoombaar. En vandaar dat de film mij dus ook niet weet mee te nemen. Omdat het dramatisch is, hij zo plat als een dubbeltje. En je kan ook nog zeggen van, het draait ook om nerds. Ik vind het begrip nerd wordt zelfs letterlijk ook in een film genoemd. Dat vind ik ook weer een soort van disqualificatie ook van de wetenschap, waar ik eerder ook mee begon. Hè. In de allereerste scène, of een van de eerste scènes, waarin Matt Damon, dus Mark, onderzoek doet naar aarde, dan wordt er vanuit, naar de soil, naar de grond op de planeet, en dan wordt er vanuit NASA volgens mij geroepen, of vanuit een van zijn mede-astronauten volgens mij, Mark just discovered dirt. Dat bedoel ik ook met het feit, het is een bepaalde pretentie die de film, waarbij de film heel bang is om die te hebben. Dus op het moment dat het echt om wetenschappen gaat, iets waar bijvoorbeeld Christopher Nolan veel beter mee kan omgaan, die neemt het echt serieus. Nee, dan moet Ridley Scott onmiddellijk weer terugdraaien met, oké, het is inderdaad een beetje een aardevroeten. Maar mensen, kijk nou eens, gemiddelde popcornbezoeker, dat ziet er wel een beetje belachelijk uit. Ik denk dat het daar eigenlijk vooral om gaat dat daar wordt neergezet dat er veel trash talk is tussen die astronauten onderling. Dat daar een soort van relatie tussen wordt gezet. En zeker tussen Mark Watney en Martinez, die piloot, dat die elkaar gewoon de tijd zo op die manier een beetje van die plaagstoten geven. Ja, maar het dient voor mij geen enkel doel. Het houdt voor mij als kijker het alleen maar... Het geeft mij wel duidelijk weer dat er een band is tussen die lui die wat dieper gaat, alleen maar het zijn collega's. Mm-hmm. Ik zie wel echt dat Scott moeite heeft gedaan om iets van karakterduiding in de film aan te brengen. Alleen, ja, daar slaagt hij net zoals in zijn meeste andere film, met als uitzondering Thelma en Louise, onder andere, er zijn een paar enkele waarin hij ook wel redelijk goed bezig is, maar daar slaagt hij in het algemeen niet in.
Wil ik ook niet zeggen dat het een Roland Emmerich is, want die slaat echt door in het bombast. Maar dus ik acht hem nog wel een stuk hoger. Ridley Scott. Dat, Nou, ik laat me heel graag verrassen als hij met een film aankomt, waarin hij wel interessante keuzes maakt. Ik schrijf nooit een filmmaker af. En nogmaals, Louise vind ik een heerlijke film. Dus het gaat mij in dit geval puur om de keuzes. Heeft hij inderdaad draken gemaakt. En dan zie ik dit niet als een van. Ik ben geen fan van films zoals American Gangster en Black Hawk Down. Daar zit dat Amerikaanse machismo, wat je noemt, wel heel erg in. Ja. Dat is ook echt het thema van de film. Leave No Man Behind en dat soort dingen. Ja. Daar werd ik gewoon een beetje strontmisselijk van tijdens die film. Strontmisselijk zelfs. En voor een deel... Dat is toepasselijk als we hier naar kijken. Maar je zou kunnen zeggen dat diezelfde gedachte hier ook in zit. Aangezien alles wordt gedaan om Mark Watney daar van die planeet af te halen. Op een veel groter niveau nog dan in die film. Maar dat is niet voor mij wat continu erin wordt gehamerd en daardoor irritant wordt, wat in die film wel was. Nee, dat ben ik met je eens, maar dan kom je toch op het punt. Je begon net ook met, Ridley Scott heeft echt slechte films gemaakt. Nou, dat klopt, al vind ik daarmee dan ook niet gezegd dat als hij een iets betere film maakt. The Martian is een wat betere film dan een aantal van zijn andere films. Daar ben ik het over eens. Daarmee is het niet meteen een goede film. Nee, oké. Iets wat beter is dan zijn andere werk, betekent niet automatisch dat hij meteen een voldoende scoort. Zo kijk ik daar niet naar. Mm-hmm. De film beoordeling die ze dan gewoon op zijn eigen merites. Het interessante ook natuurlijk dat er op het eind wordt er ook nog een samenwerking gezocht met China, waarbij ik alleen maar denk, oké, dit is gebeurd in een tijd dat de Amerikaanse film ook moest, vooral buiten Hollywood, kaartverkoop moest genereren. Dus dit sloeg heel erg aan. Dat bleek later ook bij uitbreiding in China. Uiteindelijk is het toch Amerika die daarbij leading is. Wat ironisch is, want in de echte wereld verliezen ze steeds meer van China, maar dat is wat anders. Het blijft fictie, dus ook daarin klopt het helemaal. Ik bedoel dat plotpunt over dat China erbij wordt gehaald. Ja, precies. Dat noemde je in je recensie ook al als iets wat erin is gedaan om de kaartverkoop China te stimuleren. Het zit in het boek. Ja, maar het is een belangrijk plotpunt in het boek. Ook. Ja, maar ik vind het, normaal ik heb het boek niet gelezen, maar hoe het hier wordt gebruikt in de film. Kijk, uiteindelijk is het wel echt Amerika en de NASA die de grootste rol heeft in die hele reddingsactie. Dus in de film voelt het alsof China er echt met haar een beetje wordt bijgesleept. Vond ik niet. Ik vond het sterker nog best wel een belangrijk moment, omdat het ook heel erg wordt gebracht als wetenschap wel weet samen te werken. Hierin, in deze film. Het is nog steeds een fictie, maar het is de wetenschap die wel op een niveau weet samen te werken, die de politiek niet doet. Wordt ook zelfs nog genoemd in de film. En ik denk dat China er ook in zit, op die manier. En niet bijvoorbeeld, van ESA weten we bijvoorbeeld waar ze mee bezig zijn, met kleine landertjes proberen op een asteroïde te krijgen, wat niet altijd even goed wil lukken en zo. Nee, precies. Maar China, daarvan kun je veel meer brengen van, we hebben geen idee wat ze hebben. Dus waarschijnlijk is het handiger om die plottechnisch, dus een plotdingetje, erin te brengen als van, we weten niet of dat zij daar de technologie voor hebben. Maar laten we aannemen dat zij in 2035, waarin dit ongeveer zou moeten spelen, ook zo'n raket zouden hebben. Dat ze in ieder geval op dat niveau daar zijn en dat de VS dat niet per se weet. Kijk, maar dat je plottechnisch hiervoor kiest, dat is prima. Ik ga hem niet zeggen dat het niet in een plot had mogen zitten. Verras me als kijker maar met elke plotwending die je erin wil hebben, of je die wel of niet van het boek overneemt. Het gaat er in dit geval om wat de filmmaker, Ridley Scott, hiermee doet. En dan kan je als goede filmmaker kan je aan elke plotwending of aan elke plotwit kan je een hele interessante draai maken waar je als kijker helemaal in mee kan gaan. In dit geval doet hij dat niet. In dit geval vind ik interessant dat hij dat erbij haalt. En ik zie ook wel waarom. Ook als je het in de tijd plaatst dat de film uit is gekomen. Een soort van wereldvrede idee. Ook China, waarmee we niet altijd op de beste voet verkeren. Vanuit Amerikaanse ogen bekeken, halen we er nu ook bij. Alleen samen kunnen we dit overwinnen. Maar dat plotpunt wordt wel zo mager uitgewerkt, met uiteindelijk toch nog een hoofdrol voor NASA. We horen wat scènes in het Chinees. Dat zal de gemiddelde kijker ook volstrekt ondergaan, want die kijken in Amerika geen ondertiteling.
Dus het voelt niet als een als iets wat de film verder brengt. Het voelt niet als een soort van raketmotor die de film vooruit stuurt. Nee, het voelt een beetje als... Zonder dat plotpunt had het niet verder gekund. Nou, het voelt als een beetje een ballast die op een gegeven moment wordt gebruikt. En die heeft een hele duidelijke functie. Maar die functie zie ik meer in filmpolitieke zin dan in dramatische zin. En dat stoort mij juist ook hierbij. Okay. Dramatisch voegt die heel weinig toe. Ik ga wel iets aan zeggen van iets wat ik me wel heb gestoord wat dat betreft. Is helemaal op het einde. Dan heb je dat er een Ares 5 wordt gelanceerd. Met een Chinese astronaut aan boord. Het wordt daar niet heel letterlijk benoemd. Maar het wordt wel in beeld gebracht. En het boek is dat veel duidelijker. Want dan is ook gewoon onderdeel van het geven van die raket. Is dat er wordt gedeeld van... De volgende keer dat jullie een missie hebben, gaat er een Chinees mee. Maar dat noem je al. Het wordt daarin op een hele andere manier gebruikt. Het is veel meer onderdeel van het DNA. Dus dat geef ik je mee. Maar wat me daarin het meeste stoorde nog... Was dat daar bij die lancering wel iets wordt gezegd van... dit is weer een nieuwe stap voor Amerika. En daar had ik zoiets bij van... dat proefde ik niet in de rest van de film. Maar daar had hij dat gevoel dat ik daar verder bij had wel wat onderuit. Dus dat, daar geef ik je gelijk in. Ja. Ja, nou ja, het, zo heb ik de hele film ook zitten kijken van China als een soort van bijproduct. Buma, wat doet nu? Wat leer je van met Damon in deze film? Rustig blijven, goed om je heen kijken in zo'n situatie en proberen met je expertise zo ver mogelijk te komen. Ja, dat is de boodschap ervan. Ja, maar wat brengt Matt Damon zelf in die rol en wat voor diepte en verandering zie je bij Matt Damon zelf als acteur in die rol. Dat heb ik al gezegd, die verandering die zie ik daar ook niet in. Hij is in principe best wel dezelfde persoon aan het einde als aan het begin. Maar dan blijf ik bij, dat is toch heel raar op het moment dat je, weet ik wat, hoe lang daar zit. Dat is iets wat jij erin wilt zien, ja. Maar verschillende mensen reageren op verschillende manieren op dit soort situaties. En dan is hij misschien een atypische persoon en dat zou kunnen. Maar dan is er toch geen film die het van drama moet hebben. Dus de vraag, wat is het dan wel? Ik zou het niet per se een drama noemen, misschien nee. Ja, wat zou je het dan wel noemen? In ieder geval science fiction, maar dat is iets wat voor zich spreekt. Ja, dat is zo algemeen. Ik zou het bijna meer zien als een soort van avonturenfilm dan als... Ja, nou ja, ik heb ook letterlijk nog in mijn aantekeningen nu bij het herkijken ook jongensboek gezet. Het is voor mij gewoon een jongensboek. Ja, een voordeel is dat zeker waar en daar vind ik helemaal niks mis mee. En ik denk ook niet dat die film echt probeert om iets anders te zijn. Nou, daar verschillen dan misschien over van mening. Voor mij hangt er wel degelijk een bepaalde potentie omheen. Maar goed, dat is natuurlijk net wat er ten eerste in is gestopt. En ten tweede dat je er als kijker uithaalt. Maar als het dat jongensboekgehalte, wat ik hier dus in herken, wel even probeert te analyseren. Ja. Dan mis ik erin het plezier wat je bij jongensboekverhaal zou moeten hebben. Waarom is een jongensboek een jongensboek? Omdat je daar met rode oortjes als kind vroeger... zo'n boek zat te verslinden of in de bioscoop een bepaalde film met dat gevoel zag. Dat je kon identificeren met bepaalde personages en dat je dan benieuwd was naar wat ze nu weer zouden doen. En dat benieuwd zijn naar en dus niet alles vanaf moment 1 kunnen voorspellen, ja, dat miste ik. Dus ik zie dat er Scott hier een jongensboek van heeft willen maken. Dat is een payoff. Ja, en dan krijg je inderdaad man tuiniert en man plakt helm. Als er een slootje was geweest, had hij misschien een slootje gesprongen. Maar that's it. Meer zit er dan ook niet zo heel veel in. En dat vind ik echt wel jammer. Want ondanks het feit dat Matt Damon toch een beetje de guy next door is. Het is geen briljante acteur. Het is een film die een film op een prima niveau kan houden. Ook hij heeft, denk ik, te weinig om zich in vast te bijten. Zou Matt Damon aan het einde van deze film wel het loodje hebben gelegd? Had je hem dan beter gevonden? Als ze dat hadden aangekomen? Nee, want het gaat mij om de hele aanloop. Het gaat niet zozeer om het einde. Ja, okay. Maar je dus als zei je op... wel van aan het begin van... Dus dat is, als je Matt Damon ziet, dan weet je van die gaat overleven. Ja, dan als hij het aan het eindje... Als hij het aan het eind niet had overleefd, dan was ik verbaasd geweest. Maar het had de film daarmee niet meteen beter gemaakt. Nee, oké, maar dat had gekund. Had ik hooguit verbaasd geweest. Ik dacht, nou oké, dat had ik niet verwacht. Is een beetje een vreemde keuze. nee, omdat het een film gaat er niet om hoe iets eindigt. Als je alleen wordt verrast door een twist aan het eind... dat betekent niet dat je daarmee met terugwerkende kracht de hele film beter gaat vinden.
Of dan moet je een hele goede filmmaker zijn. Dan moet die twist wel heel goed zijn aan het eind. Ja, okay. Maar dan heb ik niet over een twist van doodgaan of niet. Ja, nu is het soms, zeker het middengedeelte. Het is natuurlijk een lange film, 2 uur en 20 minuten. Mm-hmm. Ja, zeker dat middenstuk van 3 kwartier. Het is een beetje gapend die scènes doorzien te komen. Op een gegeven moment stort de spanningsboog helemaal in. Wat zijn dan de scènes waarbij het gegaapt? Nou, dat is het hele middenstuk van 3 kwartier zo'n beetje. Ja, omdat ze weten in ieder geval dat hij daar zit. En ja, proberen... precies. En dan die reddingsactie een beetje op touw zien. Ze zet hier dat Matt Damon ook wat... Mark slash Matt Damon wat voorbereidingen treft. Er wordt binnen NASA een hoop gekonkeld. Mm-hmm. Kort contact gelegd met de bemanning. Daar zie je een soort van wij tegen de rest in. Hè? Want wij als bemanning, wij gaan tegen NASA in en tegen het beleid. En op die manier komt het daarna ook wel weer goed. Dat is natuurlijk ook wel echt lekker populistisch. Van NASA weet het misschien wel beter, maar wij weten het nog veel beter. En uiteindelijk werkt dat ook zo. Nou, daar gaat dat stuk niet om. Dat gaat meer over van wat wil je jezelf opofferen daarvoor of niet. Ja, maar... Hoor je het jezelf nu zeggen? Wil je zelf opofferen of niet? Ik bedoel, dan hebben we het over een film die jij niet nationalistisch noemt. Opofferen waarvoor? Opofferen voor uiteindelijk voor je land. Voor je land, zelf. Dat is niet hetgene wat ik... Dat is voor, ik proef daar echt wel een loyaliteit in naar Mark Watney. En niet naar Amerika. Niet zo van, oké, dit gaan wij doen zodat Amerika goed op de kaart komt. Ja, maar waar zit die loyaliteit dan in? Op een gegeven moment hebben ze het over Mark. En dan maken ze een soort van semi-grappige videoboodschap voor hem. Hè? Er is nu wat meer plek hier. En dat soort grapjes worden dan ook gemaakt. Geen videoboodschap, er wordt getypt, maar dat is een... Detail. Ja, maar op een gegeven moment je hoort dat wel uitgesproken. Dus dat is dan even... zoals het in mijn geheugen is... is vast, maar het wordt op een gegeven moment uitgesproken. Dus dan lijkt het een beetje op een videoboodschap. Okay. Maar dat, dus er wordt een paar keer gezegd waarom ze hem zo missen. Maar ik hoor nergens echt wat die kern van die loyaliteit dan is. Van waarom is die Mark zo'n speciaal figuur? Hij is helemaal geen speciaal figuur. Hij staat onderaan zo'n beetje in die bemanning. Ja, maar wat is dan die persoonlijke connectie ze met hem hebben? Want ik bedoel, ik neem niet aan dat als een willekeurig... Ik bedoel, die opoffering, die doe je pas op het moment dat je echt een bepaalde loyaliteit voelt naar iemand anders. Ik bedoel, er sterven elke dag miljoenen mensen en... Ik ken niemand, en gelukkig maar, die zich ook de dood van al die mensen in de wereld aantrekt. Of daar loyaliteit naar voert, ook als je kijkt naar conflicten of andere zaken. Dus loyaliteit, die moet ergens vandaan komen. Die moet zo'n bepaalde klik vandaan komen. Ik weet niet wat je daar nog meer zoekt dan wat er in deze film zit. Maar ja, ik heb ook gezocht, maar ik heb het niet gevonden. Er wordt best wel een wetenschappelijke band gesuggereerd met scènes in het begin. Met hoe ze met elkaar omgaan en dat soort zaken. Er wordt best wel goed op gezinspeeld op hoeveel dat die captain van die missie, Jessica Chastain, mm-hmm. Hoe zij daarmee omgaat. Ja, wel een fijne verwachting is er al zo. En vervolgens ook inderdaad heeft ze die schuldgevoelens daarover. Er wordt continu... wordt gekeken tussen het spanningsveld tussen die persoonlijke dingen, die persoonlijke band en dat soort dingen, en andere mensenlevens, dus de missie, maar ook zeker de rest van de crew, van welke risico's kunnen we daarin nemen en wie kan op welk moment het beste daar die besluiten innemen, of kan dat, of zou dat eigenlijk moeten doen? Niet alleen moet je die mensen voor zichzelf alleen maar tegen dat soort keuzes beschermen, maar moet je ook in staat stellen om die keuze te kunnen maken of niet? Ja, maar je noemt nu hele rationele argumenten op. En als je op kantoor met een team mensen werkt, dan heb je altijd wel een bepaalde... het kan zo zijn dat je echt een bepaalde klik met iemand X hebt en weinig met persoon Y. En dat je voor persoon X... Dat je veel meer voor het vuur zou kunnen gaan, en omdat je daar een bepaalde klik mee hebt, dan persoon... Klik in de film. Dan persoon... Ja, maar... Waar blijkt die klik dan uit? Ik hoor alleen maar ook in het begin die scène. Nou, daar hoor ik dan Mark discovered dirt. Het is wel zo dat het vrij snel al wordt het probleem erin gegooid. En dat is zo. Er moet heel veel in deze film gebeuren. Ik hoor nergens waarom die... Wat de waarde is van hem als persoon voor die groep. Waarom ze zo op hem gesteld zijn. Behalve wat platitudes en algemeenheden. Wat prima is. Maar dus waarom zouden ze niet terug moeten gaan... Om hem te redden. Omdat het risico voor hun eigen leven misschien heel erg groot is. Ik bedoel, ze hebben ook een eigen gezin. Ook nog in een scène waarbij dan
Op een gegeven moment hoor je Bowie Starman en dan zie je hoe de crew die on rescue missie gaat. Kinderen en dat soort voortgebrachte, aangetrouwde personages zie je allemaal in beeld. En nou ja, allemaal. Ik bedoel, iedereen heeft primair een overlevingsdrang om zelf in leven te blijven, instinctief. Mm-hmm. En dat kan ook, bedoel, op het moment dat je iemand uit het water moet redden, maar je weet, ik kan zelf niet zwemmen, dan is er een soort van primair instinct waarbij je zelf niet het water inspringt. Dus die overlevingsdrang is er. En dan moet je loyaliteit, tenzij bijvoorbeeld iemand die je heel dierbaar is, je kind bijvoorbeeld, dan ga je over die grens heen. In dit geval lopen ze ook. Zelf een risico. Dus die groep astronauten die hem terug gaat halen, ze lopen ook zelf een risico om niet terug te komen. Anders zouden ook niet die afscheidsscènes zo dramatisch geladen moeten zijn. Ja, dan wordt ik zo. Ik denk dat het simpelweg voor mij genoeg is dat zij niet alleen maar dat je ziet aan het begin dat ze niet alleen meer collega's zijn, maar ook vrienden met elkaar. Ja. En voor de rest kan ik allemaal logische argumenten tegenaan gooien. Ze hebben maandenlang getraind voor deze missie, misschien wel jarenlang. Ze hebben alleen al maandenlang moeten vliegen om naar Mars toe te komen. Dat wordt ook in de film heel erg goed duidelijk gemaakt. Dus daar moet wel heel veel zijn plaatsgevonden om dat zo te laten ontwikkelen tot waar ze op dat moment zijn, et cetera. Ik zie heel veel redenen waarom dat zij terug zouden vliegen om dat te doen. Ja, en ik vind dat dus niet. In deze film komt dat dus. En ik bedoel, als je argumenten zo zou beschrijven en je zou de film niet hebben gezien, dan zou je zeggen, nou ja, zoals je nu omschrijft wat er is gebeurd, logisch. Hoe dat voor mij in de film vertaald is, is dat zo gebrekkig dat ik bij far echt niet kan zien hoe die loyaliteit naar elkaar is ontstaan. To infinity and beyond! Wat is dan voor jou het gevoel wat je van deze film krijgt en waar zit voor jou de waardering van deze film in? Het gevoel van deze film, nou ja, op het moment dat het spannend moet zijn, ervaar ik die spanning en ik voel uiteindelijk ook echt euforie dat hij eraf komt. En mede ook doordat het komt, doordat er door iedereen moet worden samengewerkt, of dat op het niveau is van die crew die daar vliegt, of op een soort van wereldniveau tussen de VS en China dan in dit geval. Ik kan me goed voorstellen dat je vindt dat het bij de haren is bijgesleept. Maar het is wel iets wat moet gebeuren, anders komt hij niet van die planeet af. En ook binnen NASA dat daar heel veel lijntjes lopen van onwaarschijnlijke mensen die met elkaar moeten samenwerken die dat doen. Maar dat soort dingen, dat geeft mij wel een euforie op het einde van de film. Ik denk van wauw, als we gewoon goed samenwerken. Het is een hele platte les misschien om eruit te trekken. Maar als we allemaal goed zouden samenwerken, wat we allemaal niet kunnen bereiken. En ik denk dat ook een van de hoopvolle dingen is die de film mee probeert te geven. Dan is het jammer dat je zo'n boodschap nu noemt als groei van deze film, terwijl die film daar op een zo beroerde manier en zo plat mee omgaat. Het is echt een ding van, ik snap dat jij dat vindt en dat is oké en zo, maar ik vind het ook interessant hoe je dat ook echt best wel weet te verwoorden alsof dat een gegeven is of als iets wat iedereen erin ziet, terwijl dat je best wel een roepende woestijn bent. Maar het grappige is, bij heel veel argumenten die ik net ook heb genoemd, zeg je van ja, ben ik het wel voor een deel mee eens, want ja, ik kan ook gewoon een beetje kritiek hebben op dingen die ik goed vind. Laat me even uitpraten. Bij heel veel argumenten die ik noem zeg je ja, daar heb je het wel gelijk in, maar in het boek zat het veel en veel beter. Dat is eigenlijk, ik heb het voor mijn optiek voorbij horen komen. Dat is niet wat ik elke keer heb gezegd. Dat is niet wat ik elke keer heb gezegd. Ik snap dat het iets is waar je nu graag op inhaakt, maar dat is zeker niet wat ik elke keer heb gezegd. Volgens mij heeft het er minstens 5-6 keer voorbij. Ja, dat kan, maar dus we hebben een zwarte bot. We hebben minstens 3 keer zoveel dingen genoemd al over deze film. Dus. Wat is de kracht van Scott dan als regisseur in deze film voor jou? Ik denk dat de kracht van Scott in deze film misschien meer is dat hij het voor elkaar kan krijgen om hier zoveel geld in te steken. Maar hij heeft wel ervoor gezorgd in ieder geval dat hetgene wat interessant is aan het boek, namelijk dat het vooral best wel gebruik maakt van wetenschap om dit probleem oplossen vorm te geven, dat hij dat ook echt serieus heeft genomen en heeft vertaald naar de film. Zeker nog met NASA heeft overlegd om nog eventuele kleine foutjes eruit te halen voor zoveel mogelijk. Ja, maar het enige woord wat ik nu niet hoor is artistieke visie. Mag je van hem artistieke visie verwachten? Je mag van hem altijd artistieke visie verwachten, maar dat is niet per se hetgeen waar ik het meest naar verlang bij deze film. Is het niet een soort van maatstaf
waarmee je elke filmmaker, hoe groot de blockbuster ook is, want nogmaals, we worden ook, denk ik, als filmcritici juist heel erg verrast, omdat blockbusters vaak op een... worden verrast op minder blockbusters op een creatieve, artistieke manier door een filmmaker naar zijn of haar hand worden gezet. Dus waarom zou het raar zijn als je ook Ridley Scott niet zou afrekenen op een artistieke visie op deze film? Ook al is het een blockbuster of als blockbuster gemaakt. Ik kan er niet op afrekenen. Beoordelen. Afrekenen is misschien wel iets logischer, maar... Nee, oké. Okay. Maar zie je iets van de artistieke visie bij Ridley Scott in deze film? Toch ook wel wat. Is het maar bijvoorbeeld... toen er werd gesproken over bijvoorbeeld hoe die ruimtekostuums zouden zijn in deze film. Toen heeft hij wel gekeken naar hoe wat moet een ruimtekostuum in ieder geval in zich hebben. Dat het niet wetenschappelijk goed klopt, et cetera. En vervolgens heeft hij die zaders opgezet om het toch wat meer aantrekkelijk te maken voor de film. Dus daar zit wel een zekere artistieke visie erin van dat het op een bepaalde manier, om het plat gezegd, cool uit moet zien. En als je kijkt naar artistieke visie op acteren, op verhaal. Nu hoor ik kostuums ook belangrijk, hè? En decor. Dus, dat zeg ik vind in ieder geval dat Matt Damon de uitgelezen persoon is voor de rol zoals die is geschreven. En dat hij wat dat betreft... Ik vind Ridley Scott zeker beter als zijn materiaal waar hij uit kan putten goed is. Dus een film als Alien heb ik veel meer mee dan met een film als American Gangster. Waar zijn, of ook bijvoorbeeld Blade Runner heb ik meer mee. Als hij iets heeft waarbij hij goed materiaal heeft en daar op los kan gaan verder qua vormgeving, dan is hij op zijn best. En dat is in deze wat mij betreft ook wel. Is het misschien geen betere producent dan een regisseur? Zou goed kunnen. Als je ook even naar zijn laatste film is, ik heb het even opgezocht uit 2017. Mm-hmm. Zijn credits als producer zijn voor mij op de IMDb tegenwoordig een stuk langer dan als director. Ja. Voor mij is het bij uitstek gewoon een hele goede producent, of in ieder geval een betere producent als regisseur. Dus ja, ik hoef voor mij ook Ridley Scott niet... Betere producent als regisseur, sorry. Ik had dan moeten zeggen. Ja, maar het is ook dat ik denk van, hij is een betere producent als regisseur. Omdat ja, hij regisseur nee. is, misschien ook is hij ook een betere producent. Misschien zit daar ook alweer iets in. Misschien dat zou kunnen zijn dat wat jij ziet als zijn falen als regisseur, dat hem dat ook een betere producent maakt. Wat een per ongeluk juist iets heel inzichtelijks is. Nou, kijk, bij een producent... hij is in mijn ogen een betere producent dan regisseur. Mm-hmm. Als ik je ook net vraag, wat zijn de kwaliteiten ook van Scott? Niet zozeer een artistieke visie, dat kan ook interessant zijn, maar gewoon überhaupt ook voor deze film. Dan hoor ik een aantal wat meer technische dingen, ook voor kostuums, voor design. Hij heeft met Damon goed gecast. Ik hoor eigenlijk alleen maar dingen die heel erg ook bij de rol van producent liggen. En ik hoor eigenlijk nergens een connectie met een artistieke visie op een film, wat in mijn ogen veel meer bij een regisseur ligt, die bij een hoop andere dingen wordt ondersteund door de producent, maar de artistieke visie, nog meer in Europa dan in de VS, maar dat zeker ook in de VS ligt er voor een groot deel bij de regisseur zelf. En je mist in deze film, mis je gewoon een artistieke visie, mis je keuzes maken, mis je ook ja, gewoon de liefde ook voor filmpersonages en voor filmgeschiedenis. Om de Martian te verheffen van een matige film tot een betere film. Ik zie dit wel meer als popcornvermaak, als een movie, dan als filmkunst. Ja, dus, maar popcornvermaak, daar kan ook een artistieke visie aan tegen grondslag liggen. Dat hoeft er helemaal niet te bijten. Ik bedoel, als je kijkt naar Jaws, popcornvermaak, puur zang. Daarmee begon de zomerblockbuster. Nou ja, dat durf ik voor een deel nog wel te betwisten, maar dat is... Het is voor mij gepositioneerd, denk ik, als echte blockbuster. Maar er zit een behoorlijke artistieke visie zit daar achter die film zelf. Al niet afgedwongen door techniek, maar techniek, de beperkingen van techniek maken juist dat die artistieke visie meer ruimte kan krijgen. Het is ook een illusie, want je komt te denken dat artistieke visie alleen maar bij arthouse films hoort. Dat is natuurlijk onzin. Dat zeg je ook niet. Nee. Maar ja, dat is iets wat ik bij Ridley Scott gewoon totaal mis. En ook in deze film. Ook als je kijkt, we hebben het niet gehad over het gebruik van muziek. Mm-hmm. Populaire muziek, met name jaren 80 muziek. Ja, Needle Drops echt. Speelt daar echt een grote rol. Nou, Starman van Bowie. Ik ben ver van de muziek kennen. Ik denk dat dat juist weer jaren 70 is, gok ik. Ja.
Maar vooral zie je heel veel disco muziek. Het wordt ook een gimmick. Mark met Damon zegt ook tegen zijn mede-astronauten: wat een beroerde muziekkeuze hebben jullie, maar tegelijk. De captain vooral. Ja, precies. Eigenlijk ja. Alleen zij, maar goed. Ja. Oh ja, ja, precies. Maar er zijn ook wat needle drops die niet alleen dat zijn, maar bijvoorbeeld is inderdaad Starman. In het begin zijn dat soort needle drops vooral echt dingen van de muziek die hij daar aan het draaien is. En is alleen maar disco en dan is het functioneel. Ik denk wel dat dat bijvoorbeeld met zoiets als Starman zijn functionaliteit verliest. Maar ik vond de sfeer van Starman wel goed passen. Niet zozeer bij die afscheidscènes waar je het over had. Maar wel bij een bepaalde manier van... juist scènes die je hebt op aarde met bij NASA zie je ook een paar dingen. Dat is een langere montage met al verschillende dingen tijdens Starman. Ja, dat vond ik trouwens wel een hele aardige sequentie. Dus ik zag het cheesy aspect ervan. Ja. Maar dat vond ik een hele fijne scène om naar te kijken. Ja. Omdat het nummer ten eerste gewoon heel fijn is. En het nummer wordt op een hele fijne manier gebruikt. Als je nou kijkt naar nummers als Don't Leave Me This Way. Nou, en hij zit er alleen op die planeet. Nou, jongens, kan het ietsje subtieler. Want dit is gewoon alleen maar lachwekkend. Kijk, het wordt gebruikt. In die zin als ook de videodagboeken worden gebruikt. We zien iets, maar het is niet helemaal duidelijk tussen ook de videodagboeken. Er gebeurt iets, maar nee, het is niet genoeg. Er moet ook nog een bijpassend nummer worden gezocht. Dus het haalt de kracht van de film eerder omlaag. Bij de kom ik wel weer bij het boek uit, want het boek is ook op die manier gestructureerd. Dus ja, ik denk dat ze dat gewoon er niet uit hebben willen doen en dat ze er videodagboeken hebben van gemaakt. Ja, maar nu word ik zelfs een beetje geïrriteerd hierdoor, door het boek. Het gaat om de keus die de filmmaker maakt. En als had je het liever gezien dat het meer was in de zin van bijvoorbeeld zoals All is Lost. Robert Redford is eentje op een zeilschip in de Penari, waar je ook hem geen woord hoort zeggen, maar dat je hem alleen maar de dingen die doen om de problemen te lossen. Kijk, ik ben geen filmmaker. Ik ben geen scenario schrijver. Ik hoop dat ik wat zinnige dingen kan zeggen over films waar ik naar kijk. Dat meer potentie heb ik niet. En dan maakt het mij niet uit of iets in een boek zit. Het gaat er mij om of een filmmaker met alle hulp van acteurs en andere mensen mij weet te overtuigen en mij weet mee te slepen in een verhaal. Mm-hmm. En als in All Is Lost een videodagboek zou zitten die mij bijvoorbeeld wel zou overtuigen. En dan zit hier. Ja, okay. Dus het is net hoe iets wordt gebruikt. Hoe hier dat soort dingen worden gebruikt. Videodagboeken, maar ook muziek. Maar ook scènes die soms wel dubbel op lijken te zijn gemaakt. Is je publiek dommer inschatten, denk ik, dan nodig. Ik ga niet op de stoel zitten van... Toch ga ik je straks je vraag stellen, maar... Je mag vragen wat je, wat je wil. Ik antwoord op waarop ik wil. Ik denk dat het ook is dat ik films over... puzzels vaak heel interessant vindt. En deze film gaat ook zeker over iemand die zit te puzzelen. Ja, maar dit is toch eerder een puzzel bestaande uit 5 stukjes. Nou, dat kan niet bestaande uit 12 stukjes. Dit is in plaats van 3000. Uit miljoenen kleine tikkende stukjes. Zoveel? Ja. Ik vind zelfs dat te veel best wel goed als iets groots wordt neergezet in deze film. Als iets wat niet alleen... Ook gewoon dat de hele wereld kijkt bij de reddingsoperatie. Het is vrij kort. Het is misschien zal andere films zelfs nog wel beter gedaan. Maar ik vind het wel overtuigend gebracht... dat de hele wereld hierna aan het kijken is. Ja, maar tegelijk kijken we vanuit het idee van deze film... alleen maar naar een Amerikaanse reddingsactie. Ik kan me niet voorstellen dat je een Hollywood film zou maken... over een reddingsactie die wordt gedaan vanuit Duitsland. Het kan redelijk goed op liften dat toen de maanlanding er was... dat ook de hele wereld meekeek. Ik bedoel, zo'n film als deze had niet gemaakt kunnen worden met een Chinese held. Dat weiger ik zeker vanuit het perspectief van Ridley Scott en de context van deze film te geloven. Dus de hele wereld kijkt als naar... Als China de rechten zou hebben gekocht van het boek en het zou hebben gefilmd, dan denk ik dat er zeker wel een film mogelijk was geweest met de Chinese protagonist. Maar hoe cliché Amerika is het als je zegt dat krachtmis één van de sterke punten is, of van de mooie punten is, dat de hele wereld kijkt naar een reddingsactie van Amerikanen. Ik bedoel, ik heb nog niet gezegd dat ik de mooie punten daarvan vind, maar ik heb wel gezegd dat het iets is wat in de film zit en dat ik goed vind uitgewerkt dat de hele wereld kijkt. Ja, maar dan denk ik meteen ook als je zoiets zegt... Oké, de hele wereld moet dan blijkbaar kijken naar het redden van een Amerikaanse astronaut. Net zoals natuurlijk de obsessie die we ook hebben. Het redden van een mens, van een astronaut.
Jij verbindt er steeds het Amerikaans aan. En doe jij in jouw hoofd. En dat is prima. Dat mag dat je die associatie steeds hebt. Alleen je bent ook de hele tijd aan het zo aan het framen. Alsof dat is wat iedereen daarop letterlijk op die manier zo erin ziet. Nou, je kan het niet ontkennen dat er een bepaald Amerikaans centrisme is. Je kunt er zeker niet ontkennen dat er dat in zit. Dat wil niet zeggen dat iedereen die daarnaar kijkt op diezelfde manier... Nee, maar we zijn ook geobsedeerd ook door Amerikaanse cultuur. Door Amerikaanse verkiezingen. Kijk hoeveel aandacht die krijgt op zich van Franse of Duitse verkiezingen. Terwijl de Duitse verkiezingen meer invloed hebben op Nederland. Exact. Waarom zou ik willen kijken naar een reddingsactie van een Amerikaanse astronaut als daar een bepaalde pretentie aan hangt van een wereldwijde samenwerking? Waarom moet ik daar naar willen kijken? Nou, dat is volgens mij de grote vraag die voor mij niet beantwoord wordt in deze film. Oké, dat kan. Dus een vraag die voor mij niet beantwoord hoeft te worden op deze film, maar oké. Nou ja, voor mij, iedere kijker mag zijn eigen vraag hieruit halen. Ja, dat is voor mij het teken van kunst. Het zou een kunstenaar niet sieren op het moment dat hij tegen een kijker zegt, je mag er alleen dit in zien, alleen dit uithalen. Ik ga het vergelijken met een hele andere film maken. Dat is Letters from Iwo Jima. Een hele andere film. Ja. Een film die de Tweede Wereldoorlog in Azië belicht vanuit Japans perspectief in plaats van Amerikaans perspectief. Ja. Daarbij, een van de beste films die Eastwood denk ik ooit in zijn leven heeft gemaakt. Mm-hmm. Blijft nog steeds overeind. Maar daarbij word je als kijker dus ook wel een spiegel voorgehouden hoe je naar, en zeker als kijker van Amerikaanse Hollywoodfilms, wat voor beeld je als kijker ook van een bepaalde situatie, een bepaalde werkelijkheid hebt. Ja. Dat zie je hier dus niet in. Terwijl ik je net het verhaal een beetje hoor houden waar wel een bepaalde... je haalt daar blijkbaar wel een bepaalde visie op. Dat zie ik volstrekt niet in The Martian. Oké. Ja, ik denk dat ik heb wel... The Martian is een invuloefening. Ik heb wel het idee dat ik kan inbrengen wat ik wil. En dat... Dat is ook oké, want ik hoef je niet te overtuigen. Daar gaat deze hele podcast niet om. Nee. Maar ik, als ik je probeer uit te horen over een film waar we een gesprek over te voeren, merk ik wel dat ik een beetje muil word geslagen door steeds weer zo'n herhaling van punten als van er zit geen artistieke visie in. En... Nee, want ik heb voor mij wel meer dingen genoemd. Kijk, je hebt meer dingen genoemd, maar er zijn ook meer dingen die worden herhaald. Zeker, maar ik heb ook de term in het boek stond dit, heb ik ook al heel vaak voorbij zien komen. Ja, dat is ook zo. Dat is goed iemand op aan te spreken. Oh, nou, daar gaat, we hoeven elkaar niet op dingen aan te spreken, maar het is een film die vaak in herhaling valt. Dus ja, daarmee is het misschien ook bijna onvermijdelijk dat een discussie over deze film ook in herhaling valt. Hoezo valt de film in herhaling? De film valt in herhaling omdat ik toch heel veel... Ik vind de film een hele hoop ballast, vind ik bevatten. Daarom had zo 3/4 uit de film gemoeten. In plaats van de extended version waar nog 10 minuten zijn bijgeplakt. Ja, als je dit terug zou snijden tot een film van 1,5 uur... Een heleboel bezwaren waren er nog steeds van mijn kant geweest. Nog steeds was het op zijn best een redelijke film of een aardige film geweest. Maar het had in ieder geval de irritatie van het into your face drukken en het publiek lager inschatten dan het in werkelijkheid is. Ik heb ook niet het idee dat het publiek lager wordt ingeschat dat het is. Ik denk dat het vooral is dat het veel mensen ermee bij betrekt die het anders niet zouden doen. En dat ook wel enigszins legitimeert dat er zoveel miljoenen in deze film zijn gepropt. Ja, maar het grappige... Omdat hij nu tenminste een groot publiek kan bereiken om zichzelf terug te verdienen. Ja, maar het grappige is deze film... Kijk even naar Nederland. Deze film is uitgebracht in een tijd waarin ook de DWDD-hoorcolleges heel erg populair waren. Robert Dijkgraaf die op een fascinerende manier en een niet laagdrempelige manier sprak over allerlei wetenschappelijke en natuurkundige elementen. Ik ben echt een nitwit op dat gebied, maar ik werd er echt door meegevoerd ook. En tegelijkertijd heb ik het idee dat ik wel echt heel veel van opstak. Terwijl ik juist in de Martian zie ik ook wel dat er een bepaalde wetenschappelijke pretentie in zit. En ik bij bepaalde dialogen hoor ik zelfs, oké, we hebben dit wel echt gecheckt hoor bij NASA. Want die dialoogzin hebben we het op die manier zo in kunnen doen. Maar
dan zit er heel vaak meteen daarna alweer een soort van wat populistische relativering in. Van een beetje dikdoenerij. En het wordt een beetje een grapje over gemaakt. Van het is maar dit of het is maar dat. Elke dialoog die wordt uitgesproken heeft niet zozeer te maken met de interactie tussen personages. Maar heeft te maken met hoe kan het publiek zich verhouden tot die dialogen. Dat is de kern van elke Hollywoodfilm. En daar zit juist iets in wat je zegt dat je voor jou ontbreekt, namelijk de urgentie om Mark Watt niet te redden. Dat blijkt juist uit dat soort dialogen, voor mij dan. Maar dat is iets wat jij anders hebt opgevat. Dus ja. Daar zit ook, ja. Nou ja, omdat ik me dat dan, soort... Dan loop je een beetje spaak op van de dingen die jij zegt die je mist, dat kan ik noemen waar ik ze wel... vind. Kijk, het grappige, het interessante van deze film is, er zit heel veel dubbeling in en heel veel dingen die eruit had gemoeten, maar wat er in ontbreekt en wat er veel meer in had gemoeten, is juist het uit elkaar trekken, of het beter kunnen laten zien van die persoonlijke verhoudingen en die loyaliteit die mensen naar elkaar toe hebben. En tegelijk, in plaats van dat te vermengen met een soort van grapjes maken over wetenschap. Voor mij had het veel beter gewerkt op het moment dat die wetenschap niet in de bijzin of na de comma werd gedownplayed. En die persoonlijke interactie hè, die jij dus ziet in dat soort bijzinnen, meer in andere momenten en op andere, in andere scènes naar voren was gekomen. Dat de film een veel betere balans had. Je zegt dat je dat gedownplayed vindt bijvoorbeeld in dat met dat It's Only Dirt. Ja. Daarvan zeg ik van, dat zit er om een andere reden in. Dus dan heb ik nog steeds niet echt een beantwoord vragen van waar zit dat dan? Nou ja, als kijker denk ik, en ik kan alleen maar voor mezelf spreken, net zoals iedere bioscoopkijker ook alleen voor zichzelf kan spreken. Ik op dat moment zie ik dat niet als een soort van humor. Ja, precies, misschien wel voor sommige mensen. Die ook iemand een hele harde schouderklap geven en zeggen, ja, maar ik bedoel het amicaal. Of ik noem iemand pisneert, maar ik bedoel het als humor. Hè? Die discussie is er ook geweest. Ja. Dus het is net hoe je daarmee kijkt. Ja, misschien ben ik daar wat gevoeliger voor. Geen idee. Maar ik vind dat om het op die manier te comprimeren in één zin, dus niet de serieusheid van die wetenschap gewoon echt goed te laten zien en daarnaast tijd en scènes in die loog te investeren in persoonlijke interactie, om dat in één zin te stoppen, ja, dan verlies je daar allebei die doelen mee voor wat, mij. Wat dit punt ook een beetje ondergraaft, en dat is dat Mark Watt niet de missie gaat afmaken, dat hij allemaal staken gaat uitvoeren. Dus hij ziet wel zeker... Er zit wel zeker een oog in dat hij de wetenschap, of dat hij degene is als botanist of als andere dingen, dat hij daar wel de waarde van inziet. En er wordt ook een grapje bijgehaald, zoals van dit apparaat, ik weet dat ik daar niet aan mag zitten, maar ik zit er zoveel aan. Wow. Dus is dat iets wat je vindt dat dan weer ondergraaft of zo? Ja, dat ja. Is hetgene wat... Ja, want ik bedoel, ik neem aan dat hij daar serieus voor wordt getraind. En maar dat is bedoel... weer zo'n karakterinteractie vervolgens. En hetgene wat meer spreekt over hoe de wetenschap wordt serieus genomen... Als je opgesloten, is dat hij die dingen gaat uitvoeren. Als je opgesloten bent in een huis... en je weet dat je daar gewoon echt de komende jaren gewoon niet uit kan... tenzij er op miraculeuze manier een hijskraan is... die via buiten het dak eraf haalt... ga je ook niet met gas zitten spelen. Nou, zo kijk ik ook naar die scène. Dus ik mis daarin een soort van verantwoordelijkheid. Ik zie inderdaad een soort van jongensboekachtige spielerij... He, dus dat sluit, ik mag er niet aan zitten, maar ik doe het eigenlijk toch. Dat is een jongensboek. Ja, dat is prima. Maar dan moet je... Er is niks mis mee dat het een jongensboek ding is. Nee, dat is helemaal prima. Maar het gaat erom hoe je het wordt uitgewerkt. En als je zegt, de film heeft een wetenschappelijke pretentie... en wil laten zien hoe serieus de relaties zijn tussen mensen... dan kiest Scott dus alleen voor het jongensboek... maar dan ondergraaft hij zijn eigen andere pretenties op dat gebied. En dan weet je mij als kijker dus niet te overtuigen in... het feit dat je wetenschap serieus neemt... en dat je mij als filmmaker laat zien... waar die opoffering dan uit bestaat... en waar die interactie dan tussen mensen... en de liefde die ze naar elkaar hebben... of loyaliteit uit bestaat. Nee, dan wordt het alleen maar jongensboek. En die jongensboek... ja, in dit geval die gewoon heel plat uitpakt. Improve Mendazio. Als je verbeterpunten zou moeten aandragen... wat zou je dan zeggen van... op deze manier zou het een betere film worden? Nou ja, dat heb ik voor mij net ook al gezegd. Snijder bedoelde, kan 3 kwartier uit in het midden van de film. Haalde veel herhalingen uit. Weer zuinigen met repeterende scènes en videodagboeken. Zit hij op een wat functioneller en vooral wat betere manier in.
Ja, dan heb je in ieder geval een iets betere film, denk ik, op het eind. Maar goed, we beoordelen niet de film die die had kunnen zijn. We beoordelen de film die het uiteindelijk is. Ja, en dus vooral een spelletje, een invulsing. Ja. Dat is wat ik je vraag, zo van... Klopt. En daarbij kan ik... Dat vind ik meteen nog een interessante... de film is met name ook op Blu-ray uitgebracht... met een extended version, 10 minuten erbij. Dan lees ik ook in recensies wel dat de film een stuk beter werkt. Daardoor hier en daar wat meer verdieping is enzovoort. Ik blijf het wel echt een raar fenomeen, vind ik. En hoe jij daar tegen aankijkt. Voor mij is een film gewoon een film zoals hij het gemaakt in de bioscoop. En je kan daar natuurlijk als filmmaker later nog alle dingen mee doen. Maar ja, als je handtekening onder een film zet, dan moet je daar ook gewoon voor staan, denk ik. En dan kan je nog wat extra's daarbij uitbrengen en dat soort dingen. Maar dat een film je ook weer beoordeelt met je extended version, vind ik eigenlijk een beetje raar. Ja, nou, bij Ridley Scott is dat überhaupt zo'n discussie. De vriend van me zegt al jaren tegen me dat ik echt Kingdom of Heaven, de Director's Cut maar eens moet kijken. Omdat die echt zoveel beter is. Ja, dan had hij gewoon de ballen moeten hebben om die oorspronkelijke versie, om daar... Ik snap dat hij moeilijk tegen een studio kan zeggen, breng hem niet uit. Want hij heeft er altijd een probleem mee. Elke keer komt er een versie in de bioscoop en dan achteraf dan komt er weer een nieuwe uit. En ja, maar dat zegt dan... meerdere keren. Ja, zeker. Maar dat zegt dan meer over het feit dat Ridley Scott blijkbaar als filmmaker continu in dezelfde valkuil stapt. Dan over wat anders. Ik ben wel het idealiter met je eens dat gewoon de film in de bioscoop, dat zou de film moeten zijn. Ja, en als je dan continu zeg maar terugkomt op wat je eerder hebt gemaakt, ja, dan moet je toch afvragen of je dan wel inderdaad of de rol van filmregisseur je dan nog het beste past. Daar valt wat voor te zeggen. Ik denk wel dat hij echt gewoon in een raar ritme erin is terechtgekomen van dit is altijd hoe het gaat, dus... Laat het nu maar weer doen. Ja, maar ja, ik bedoel, de twijfel van wat is de beste versie. Dat is ik heb wel de algemeen versie gezien. Dat kan me hebben beïnvloed. Weet ik niet. Oké, dat vind ik wel interessant. Ik heb heel bewust voor de originele versie gekozen om terug te zien. Het was me iets moeilijker om die te vinden. Dat zegt ook wel wat. Nee, ik heb bewust gewoon voor de bioscoopversie gekozen. Dus dat kan het misschien iets beïnvloed, maar... Ik zou hem nog terug kunnen kijken en een addendum kunnen geven. Nico kunnen. Had gelijk. Oké, okay. Nou, uitdaging. Oké, Nico had een beetje gelijk. Halve ster eraf. Nou, dat gaat het maar niet om, maar als bonus is het meegenomen. Het is wel de versie die ik het eerste zag waarschijnlijk. Vrij zeker. Ja, zo vind ik het eigenlijk. Want heb je bewust dan nu gekozen om die extended te kijken? Ik was benieuwd of dat me zou opvallen. En dat deed het niet. Van dit zijn de dingen die ik eerder niet heb gezien. Oké. Okay. Dat had ik niet. Je hebt wel gelezen wat er qua extra scènes in zat. Nee, okay. Dat zou ik moeten lezen. Weet jij het zo? Ja, ik heb hier de lijst ook eens één hele scène bijgevoegd. En er zijn met name bepaalde scènes wat langer gemaakt. Waarbij net wat meer persoonlijke interactie zie je dan in die film terug. Mm-hmm. Weet je welke scène het was? Moet ik even zoeken. The new scene is actually pretty terrific, zie ik hier in een review van de Blu-ray. After the supply launch fails and Watney is grappling with the fact that he now knows he's probably gonna die, NASA is surprised to learn that he's completing the original mission objectives. Ah, dus dat is een argument dat ik heb gebruikt nu. Wat je niet hebt gezien in de... Precies, wat dus niet in de theatrical version zat. Dus toch nog een half puntje ervan af nu, Ruud. Ik denk dat het wel echt een letterlijk punt is van we hebben naast elkaar gediscussieerd. Dus dat je in ieder geval meer recht van spreken hebt met het punt dat je hebt gemaakt. Zou ik het op zijn minst zo zeggen. Zo voorzichtig als Scott het ook kunnen zeggen, denk ik. Ja, ongetwijfeld. Maar dat is toch wel echt bizar gewoon. Dat hij stond voor zijn film toen. Nogmaals, anders had hij daar zijn naam niet onder gezet. En dan... het zijn verbeteringen. Prima, daar kan ik in meegaan. Maar goed, dat is voor mij niet waarop je op deze manier naar zo'n film zou moeten kijken. Nee, denk ik ook niet. Behalve dan die toegevoegde scène die je eerder ook aanhaalde als wel belangrijke scène. Ja, dus dat was nu wel fijn schietmiddel, wat dus blijkbaar eigenlijk onterecht was. Ja, precies. Nou ja, geen schietmiddel, maar... Nou, in ieder geval een verdediging van het punt van het serieus nemen van de wetenschap, ja of nee. Ja,
Ja. Goed. Ik had je ook gevraagd om 3 tips, dus ik ben heel benieuwd wat er hier komt. Het lijkt me interessant om bij die tips even 3 voorbeelden te geven van films die er in tegenstelling tot The Martian wel in slagen om drama en humor op een goede manier met elkaar te verbinden. Okay. Dus om het drama drama te laten zijn en om op goede momenten even wat relativering en wat lucht en wat humor te kunnen krijgen. Dus vergeet The Martian, maar ga op zoek naar deze 3 films. Tip 1! Als eerste een Belgische film, Mannekepis, van Frank van Passel. Okay, aantal jaar geleden prachtig gerestaureerd door de Belgische Cinemateek. Een pareltje die heel weinig mensen kennen, maar die toen ik hem begin jaren 90 zag echt een grote indruk op mij maakte. Het is een film over een loner, een jongen die alleen in de grote stad komt in Brussel en daar een soort van nieuw leven wil starten. Er zit wat Belgisch surrealisme in, er zit humor in, er zit zeker ook heel veel drama en gevoel in. Op een hele mooie, intieme manier wordt er eigenlijk gewoon een soort van levensverhaal met een begin en een eind ook. Met een heel wrang, maar mooi sprookjesachtig eind ook in verteld. Ik weet niet hoe makkelijk het is om deze film te kijken. Ik heb hem gelukkig zelf op mijn harde schijf staan. Mocht je benieuwd zijn, laat mij even weten. Het is een juweeltje die ik graag aan een zo groot mogelijk publiek bekend wil maken. Wat heeft het met Mannekepis te maken? Dat is de titel die me in ieder geval meteen benieuwd maakt. Ja, je moet... Ik heb toevallig wel De Zaak MP gezien. Ja, je moet... interessante andere link. Het heeft niets te maken met het bekende toeristenbeeldje in Brussel. Het is natuurlijk wel de aanhaker van de titel zelf. Nee, het heeft te maken met een traumatische ervaring die de hoofdpersoon aan het begin van de film had. Als jongetje even plassen op weg naar een vakantiebestemming. Of in ieder geval naar een leuke bestemming waar iets dramatisch op dat moment gebeurt. Dat ga ik niet zeggen, maar daar komt de term mannekepis in de film zelf vandaan. Tip 2! Tweede tip. Prince Avalanche van David Gordon Green. Ja, remake. Maakt mij helemaal niet uit. Ik beoordeel de film voor wat hij is op zichzelf. Dat wist ik niet. Een remake waarvan? Ik dacht van een Finse film. In ieder geval iets Scandinavisch, als ik me niet vergis. Fact Check Norris hier. Prince Avalanche van David Gordon Green is een remake van de IJslandse film A Annan Veg, oftewel Either Way uit 2011 van Hafstein Gunnar Sigurdsson. Fact Check Norris out. Gaat er wel. Er zit ook wel een bepaalde Scandinavische humor en relativering in. Ook daar is het een film die mij ook juist greep om het feit dat je in die film zelf wel echt in de hoofden van de personages kruipt. Is Paul Rudd? Oh, wie was die andere? Was het die gast, die lul uit Into the Wild? Dat was die geweldige acteur. hoe heet je ook alweer? Emil... Speed Racer. Oh, dat is het. Emil Hirsch. Ja. Ik vond hem steengoed in Into the Wild, maar ik vind hem ook zeker heel goed in Prince Avalanche. Een heel gelaagd. Ik vond hem hier beter in, ja. Kijk, vinden we elkaar toch ook hierin weer. Ja, ik vind dat niet wat slecht acteur. Ik vond hem ook heel goed in Milk, maar... Vond ik hem daar wel echt iets minder in. Oké, dat kan. Nee, Prince Avalanche, ook daar echt een heel gelaagde personages. Je kan met... Ik heb erom moeten huilen. Ik heb erom moeten lachen. Nou ja, huilen is een beetje overdreven. Dat doe ik niet zo heel snel. Maar ik werd er echt geraakt. Mm-hmm. Door het feit hoe deze twee zo ogenschijnlijk verschillende mensen... toch meer overeen hebben dan van elkaar verschillen. Wat een mooi thema toch ook voor deze podcast. Nu we uiteindelijk ook weer dichter bij elkaar komen dan waar we begonnen. Dus heb ik het niet bedoeld. Maar zo komt het uiteindelijk er toch uit. Hebben een super toffe tuinbroek aan. Ja, nou ja, als dat jouw fetish is, Ruud, dan vind ik het helemaal goed. Ik sta met een open mind in deze wereld, dus prima. Help Ruud de tuinbroek in. Maar het is een mooi stukje filmvormgeving.
wat dat betreft. Zeker, en het werkt ook. Het, het heeft ook echt een doel. En alles klopt voor mij in deze film. Ik kwam hier heel gelukkig uit. Okay. Ik zag hem met twee anderen zag ik hem in de bovenzaal van Criterion, in zaal 2. Op een lome zomeravond, volgens mij. En er zijn soms films waarbij je weinig verwachting hebt, maar als je eruit komt, dan heb je dat je leven een stukje rijker is geworden. En dat had ik echt bij deze film. Cool. Prince Avalanche. Tip 3! Als laatste tip, Mommy van Xavier Dolan. Ook een film, ik heb hem laatst nog een keer weer herkeken. En hij kwam weer echt als een mokerslag weer binnen. Als we het nou hebben ook over dramatische ontwikkeling, maar ook over het gebruik maken van muziek. Als je kijkt hoe die muziek in zijn algemeenheid door Xavier Dolan zijn films wordt gebruikt, heeft het altijd een extra lading, een extra dimensie. Is het nooit alleen maar plaatje, of, nou, plaatje bij praatje, zal ik maar zeggen. Heeft het echt een eigen functie. Als je kijkt hoe het nummer van Celine Dion ook in Mommy wordt gebruikt, dan is dat echt van een fabuleuze schoonheid. Ja, het is altijd onderdeel van zijn subjectieve manier van verhalen vertellen. Het past altijd bij de personages. En je weet daardoor wat zij doormaken op dat moment. Ja, hij heeft ook een aantal videoclips ook geregisseerd. Trouwens, hij heeft ook een hele mooie manier gedaan. Hij is een van de beste regisseurs die muziek echt als een extra laag aan zijn films weet toe te voegen. En dat zit zeker ook in Mommy. Er zitten echt een paar wonderschone nummers in die ook echt de film omhoog tillen. En ook daar weer de combinatie van prachtig drama. Je kan er ook heel erg om lachen over de absurditeit ook van bepaalde situaties. Mommy is een film die je gewoon niet alleen moet hebben gezien, maar af en toe gewoon even weer opnieuw moet zien en moet herkijken. Om weer even heel blij te worden van wat film met je kan doen. And so we fought and we battled, yes we beat each other up. Both of us tried hard, we both failed. Yes, I had you by the thumbs, but neither of us won. Only the love for cinema prevailed. Was hem weer. Zo, heel erg bedankt weer voor het luisteren natuurlijk. En vooral ook heel veel dank aan Nico dat ik bij je te gast mocht zijn voor een, laten we zeggen, pittig gesprek. Oh. En ook al is er maar een week voorbij, ik heb natuurlijk wel wat leuks gezien wat ik ook vooral kan aanraden. En dat is deze keer In the Heights, de filmmusical gebaseerd op de gelijknamige Broadway musical van Lin-Manuel Miranda. En in dit geval in een film gegoten door regisseur John M. Chu. Het is van Miranda echt een grote liefdesbrief aan de wijk in New York waar hij opgroeide, Washington Heights. Verwacht veel zingende, dansende, rappende, bruisende en van alles nog wat Latino's die eigenlijk gewoon het grootste zomerplezier geven wat je in een bioscoopzaal kunt verwachten deze zomer. Dus kijk hem vooral groot. En daarmee sluit ik graag af. Dit was een cinema production gepresenteerd en gemonteerd door mij, Ruud de 20e eeuwse Vos. En met prachtige jingles van het genie Roy Grutters. Deze podcast is ook zeker mogelijk gemaakt door onze patrons. Casey the Great, Onno Lubbers, Edwin en Niels Timmer. Wil je ook graag een financieel steuntje in de rug geven aan Duimpjeworstelen? Dan kan dat. Ga dan vooral naar patreon.com/duimpjeworstelen. En natuurlijk zitten we ook op de socials. Op Twitter, Instagram en Facebook. En alle haatmail die je misschien voor ons hebt, die kun je sturen naar duimpjeworstelen@gmail.com. Ik lees het allemaal graag. Oké, dat was hem weer. Tot volgende week!
Dikke doei. Ladies and gentlemen, could we have an enormous round of applause, please, for our host, who has once again succeeded in bringing to us a plethora of top-notch, cinematographically-themed entertainment. We have had an absolute ball, have we not? Next time on Thumb Wrestling. You know, someone will get rescued, etc. But I love that in this film that there was nothing of that sort. Like, everything was depressing. Everyone kind of died. And there was, you know, one girl, final girl, left alive. Yeah. But, you know, that was a happy ending. This podcast employs a strict only like and subscribe if you really want to, Posse. Okay, bye.